De tweede fase van het baggerproject is over enkele dagen voltooid. Minister Riyad Noor Mohammed zei eerder deze week dat er binnenkort veel grotere schepen naar onze haven kunnen varen. De baggerproject moet ik u wel wat zeggen. De tweede fase die we vorig jaar hadden gelanceerd en het ANPA Amersfoort wordt sneller dan normaal opgeleverd. Ik vrees dat ze volgende week gaan verrassen. Ik heb het bericht uit van het baggerbedrijf dat ze rond 1 juni in plaats van augustus het aan het klaar zijn. Dus wat we hebben afgesproken is dat gaan we over wegtrekken. Het is volgende week denk ik al zover. We hebben afgesproken dat we wel een zekere 1 ceremonie gaan doen voor fase 2. En ik denk op dit moment zijn ze bij de beurs waar ze inderdaad een bekendmaking kunnen doen. De Amersfoort OV via de mast. Dat wordt gepresenteerd op dit moment. Schepen van maximaal 8,3 meter zullen bij de haven kunnen aanmeren. Dit is volgens de minister een enorme vooruitgang voor belanghebbende industrieën. Tweejaarlijks moet er onderhoud gepleegd worden in het gebied dat uitgebaggerd is. Dat is de derde gemiddelde van 5,5, maar heeft een maximale doorvaart van 8,3 meter. Dus dat is een hele ontwikkeling voor de oil en gas business. Als ze met hun zware schepen binnen willen komen. Dus dat is goed geluid voor die sector en voor het lokaal bedrijfsleven ook, dat die efficiënte boten kunnen inzetten om meer vracht naar binnen te brengen. En dat zijn de 14. Noor Mohammed zegt dat het project de staat niets heeft gekost, omdat de schepen die binnenkomen kosten betalen. Het kostenplaatje voor het baggerproject ligt dicht bij de 30 miljoen Amerikaanse dollar.